Maatschappijleer 2, thema media. Hoofdstuk 7, macht van de media. Druppel voor druppel. Er bestaan een aantal theorieën over de macht van de media. De injectienaaldtheorie gaat ervan uit dat de media veel macht hebben. Zoals je aan de afbeelding gezien, komt daar het druppel voor druppel over aan. Je krijgt als het ware de mening van de media binnen geïnjecteerd. Dat noem je indoctrinatie. Dus de ideeën worden letterlijk in jou geplant. Daarnaast zegt deze theorie ook dat er veel wordt gemanipuleerd. Dus dat de media jouw mening of meningen sterk beïnvloeden. Bij de injectienaaltheorie neem je dus eigenlijk gewoon letterlijk de mening van de media over. Vandaar dus veel macht. Je ziet wat je wilt zien. Dit is de theorie van selectieve waarneming, ook wel selectieve perceptie genoemd. Deze theorie gaat uit dat jij kiest wat je interessant vindt en dat je ook zelf kiest hoe je daarover denkt. Hierdoor heeft de media dus weinig macht. De overheid doet eigenlijk niet zo heel veel. Er is immers persvrijheid in Nederland. Wel is het zo dat je niet mag beledigen en je mag niet liegen. Mediabedrijven zelf proberen ook een aantal dingen te doen om te zorgen dat er niet dingen op tv zijn die er niet horen of dat je weet wat er komt. Denk daarbij aan de kijkwijzers, zodat je weet voor welke leeftijd het is en wat erin voorkomt. En daarnaast doen de media ook aan zelfcensuur. Ze maken zelf regels waar zij zich aan moeten houden. Maar wat kun jij doen? Nou, als het gaat om nieuws op radio, tv, kranten, internet enzovoort, moet je altijd kritisch blijven nadenken. Klopt dit wel?